Top. Oké, sturen we die naar Jill. Yes. Taak volbracht. Ja. High five. Hallo, ik ben Esra. Ik doe mee met Oreille Winnen stage. Op deze mobiel krijg ik appjes van Oreille Winnen waar opdrachten in staan. En ik ben heel benieuwd wat er deze week gaat komen. Ik heb nu een appje gekregen weer. Hey Esra, Dominique hier. Vorige week hoorde je dat van Jill. Die gaat op de Winnen stage. En vanavond spelen we in het afvalstadion. En we sturen jou alvast erheen voor een exclusieve backstage tour. Dus succes! Doei! Ik heb dus weer een filmpje gekregen van Dominique Bloodworth. Ik mag dus backstage stage soort van. Dus ik zie dingen achter de schermen. Alleen, ik heb dus geen idee nog wat ik kan zien. Maar ik ben wel heel blij. Hallo. Hey, verrassing. Hoe is het met je? Goed. Ja. Hey, misschien heb je al iets gehoord, maar de Oranje en Winnen zijn zich natuurlijk aan het voorbereiden voor de wedstrijd. Ja. Dus daarom hebben ze mij gevraagd of ik jou een tour wil geven door het afvalstadion. Superleuk. En ik heb... Ja, vind je het leuk? Ja. Top. Hey, ik heb natuurlijk een paar wedstrijden daar wel gespeeld, dus ik ga je mee backstage nemen. Heb je er zin in? Ja, heel erg. Hey, ik zie dat je je winnenpakje al aan hebt. Ja. Top. Nou, kom dan snel naar buiten, want daar wacht ik op je. Oké, okay. Doei. Oké, okay, zie je zo. Ja, doei. Leonne Stendler, ik kreeg een videogesprek van haar. En ze zei dat zij mij mee gaat nemen backstage. Alleen ze wacht nu op mij buiten, dus daar ga ik nu naartoe. Hey. Hey. Hoe is het? Goed. Goed, heb je er zin in? Ja, heel erg. Hey, we mogen echt vlak voordat ze gaan spelen het stadion in. Dus laten we snel erheen gaan, hebben we nog extra veel tijd. Is goed. Oké. Okay. En hoe zou je het vinden om in zo'n groot stadion te mogen spelen? Nou, het is mijn droom om natuurlijk in zo'n vol en groot stadion te spelen. Mm-hmm. Dus ik hoop ook echt dat het gebeurt. Ja, laten we het hopen. Het zou tof zijn. Ja. Ik heb al een keer, meerdere keren in het AZ-stadion mogen spelen. Ja, oké. Vond ik super spannend ook. Heel gaaf om daar te mogen spelen in zo'n groot stadion. Het publiek. Kan je je dat voorstellen dat je ooit in een stadion speelt met zoveel publiek dat naar je kijkt? Een beetje, dat lijkt me natuurlijk wel super eng. Ja? Het is sowieso in het begin, maar ik denk dat je daarna wel gewend raakt. Ja? Dus. Ik ben ook wel benieuwd om jou in een stadion te zien spelen hoor. Lijkt me wel tof. Hoop ik ook, ja, dat gebeurt. Ja. Wow, kijk eens, daar is het stadion. Hoi, leuk. Kijk, het staat ook op, hè, Nederland-Chili, dat is echt tof. Even de paal heen, even actie. Komt ie? Ja, lekker hoor. Oh, wacht, ik krijg een appje. Oh, echt? Wacht, laat zien. Veel plezier in het stadion met Leonne. Cool. Oh, okay. Leuk man. Zullen we naar binnen? Ja, laten we gaan. Hey, je bent herkend, joh. Even zwaaien gewoon. Daar gaan we. Hop. Het is vlak voor de wedstrijd. En we gaan de kleedkamer kijken. Dus, Oké. Okay. Laten we naar binnen gaan. Ja. Dit is het. Wacht, kun jij de deur open? Ja. Wow. Wow. Tof, hè? Ja. Nou, kijk, handdoekjes liggen al klaar. Ja, dat is snel gedaan, hè? Hey. En wat vind je ervan? Heel mooi. En groot. Hey, volgens mij zie ik jouw plek al helemaal af. Met je tenietje. Ga maar even zitten. Kijk, en je bent hier eigenlijk best wel een tijdje van tevoren voor de wedstrijd. Dus sommige spelers die moeten dan nog getaped worden om hun enkels. En een ander gaat even een dansje doen, want je ziet de box al staan. Ja. Ze gaan wel even muziek draaien hier. En sommige spelers zijn nog heel relaxed en die gaan lekker een beetje dansen. En dan een paar, ik was een andere speler. Ik ging meestal gewoon lekker zitten en dan rustig alles voorbereiden. Nog even mijn haarbandje goed doen en als dat alles netjes zit. En dan, dan langzaamaan klaarmaken voor de wedstrijd. Dus dan word je wel misschien een beetje zenuwachtig. Ja. Niet iedereen, maar ik was wel een speler die ietsje zenuwachtiger werd. En op een gegeven moment, dan heb je niet zo heel lang meer. En dan komt Sarina ook weer in de kleedkamer als iedereen klaar is. En dan gaat ze de laatste dingen doornemen. Dus dan hebben we dat mooie bord hier. Oké, je staat hier vandaag. We spelen tegen La Rojas, de Chilenen. Wat moeten we doen om vandaag te winnen? Scoren. Scoren.
En wat ga jij doen om deze wedstrijd tot een goed einde te brengen? Hard in de duels. Hard in de duels. En wat ga je nog meer doen? Goed opbouwen. Goed opbouwen, ook heel belangrijk. En ben je er klaar voor? We hebben natuurlijk de tactiek allemaal doorgenomen. Hoe voel je je? Goed. Heel goed. Volgens mij ben je er klaar voor. Ja. Trek snel je kicks aan, dan gaan we gewoon naar het veld toe. Is goed. Ready? Ja. Alright, let's go. Dan zijn we eigenlijk in de spelersgang terechtgekomen, de echte spelersgang. Laatste moment voor de wedstrijd. Nu voel je wel een beetje spanning, hè? Ja. Ja, hè? Oké, dan moeten we eigenlijk in een rijtje gaan staan. Jij staat hier voorop. Zo, leg iets verder naar voren. Zijn we hier. Zijn de scheidsrechters staan voor ons, zo, hier met z'n drieën. Ja. En de tegenstander, die komt er ook aan. Die komt wel hier langs ons staan. Dus dan voel je echt wel, we gaan een wedstrijd spelen. En dat moet tegen die rode hier naast ons. We moeten van ze winnen. Het hele stadion zit vol. Even ademhalen. Wachten tot de scheidsrechters er klaar voor zijn. Hoe voel je je? Goed. Ja? Ja. Klaar voor? Ja. Oké, okay, let's go. Zo, hoe vind je het? Heel mooi. Groot, hè? Ja, heel groot. Kan je het je voorstellen, al die mensen hier op de tribune, zo naar jou aan het zwaaien en aan het roepen? Een beetje. Een beetje, hè? Dat is toch wel echt super bijzonder. Het is bijna niet meer voor te stellen dat er al die mensen naar je komen kijken omdat je zo goed kan voetballen. Dat ze allemaal willen dat jij gaat winnen en dat jij het goed gaat doen. Tof, hè? Ja. Was jij ook niet zenuwachtig voor de wedstrijd? Want als je om je heen kijkt, zaten er dan heel veel mensen. Dus... Ja, in zo'n groot stadion spelen vond ik altijd best wel spannend. Maar het hielp me ook wel om echt nog beter te presteren. Dus ik was dan van tevoren dat ik dacht, oh, ik vind het wel echt wel, echt wel een beetje eng. Maar zodra ik het veld opstapte, dan was het helemaal weg en dan kon ik er echt van genieten. En dan, als zo'n stadion dan gaat juichen of je hoort die meisjes wel echt zo gillen natuurlijk als Oranje aan de bal is. Dat geeft je superveel energie en dan wil je eigenlijk nog harder rennen en nog beter je best doen. Dus dat is echt heel tof. Toen jij nog in de Eredivisie speelde, hoe ging jij dan naar wedstrijden? We gingen met de spelersbus naar de wedstrijden. En dan kwam je zo helemaal aangereden met z'n allen in de bus. En dan stonden er soms al wel wat mensen te wachten. Dat was super tof. En dan tasje mee en richting de kleedkamer, die gang waar we net overheen zijn gelopen. En als je ook thuis speelde, gewoon hetzelfde? Nee, dan kon je eigenlijk gewoon met eigen vervoer naar de club toe. Oké. Dus en toen ik bij Ajax zat, ging ik met de fiets bijvoorbeeld. Ja, is goed. Is goed. Oh, mijn mobiel gaat af. Oh, wow, weer? Je hebt echt veel appjes van die Levin, hè? Ja. Nou, nu heb ik een video. Oh, laten we luisteren. Hey Esra, ik ga even trekken zo naar het stadion. Kan jij even checken hoe het gas erbij ligt? Thanks. Ja, dat kunnen wij wel even doen, toch? Ja. We zijn vanochtend begonnen. We beginnen meestal 6 uur voor de wedstrijd. Oké. Okay. Maaien, belijnen, daarna beregenen, alles klaarzetten. Dus dat hebben we al gedaan. Oké. Okay. Is het ook anders als er vrouwen opspelen of mannen? Andere schade. Wat voor schade is er dan? Vrouwen zijn lichter, dus minder diepe schades voor de rest, ja. Dus eigenlijk is het beter dat er een vrouwenteam vanavond speelt? Ja. Nou ja, beter. Het is leuk. Het is ook, ja, het is superleuk. Ben je er al op geweest? Oh, dat zou tof zijn. Mag ook niet, hè? Oh. Nee. Maar met mij wel. Hop. Mag ik ook mee? Ja. Oh. Even voelen hoe dat voelt. Het voelt heel hard. Hoor je dat? Ja, ik voel het ook. Maar het is wel echt strak, hè? Echt een biljartbaan gewoon. Ja. Top. Oké, sturen we die naar Jill. Yes, taak volbracht. Ja. High five. Ben je geblesseerd? Ja. Nee. Hey, laten we nog heel even in de dugout gaan zitten. Even voor het gevoel, gewoon dicht op het veld. Kom. Even genieten. Laten we even genieten. Het zit wel lekker, ja. Het zit lekker, hè? Ja. Zwaai. Kijk, volgens mij zit jouw familie daar. Kijk nou. Dat deed ik wel altijd, hoor. Als ik in het stadion kwam, ging ik heel even kijken zo achter... Waar mijn familie zat. Zag je hem altijd? Ja, meestal wel. Nou, het gas is goed. Ja. En nu is echt, de Leeuwinnen zijn er echt bijna. Dus laten wij nog even naar buiten gaan en even een balletje trappen, toch? Is goed. Oké. Okay. We gaan een klein wedstrijdje doen. We moeten namelijk slalommen om die pionnen. En daarna moet je daar schieten op goal. En wie het als eerste, wie het snelst heeft gedaan, heeft gewonnen. Dus Leonne gaat beginnen. Op go mag je! Op go? Op go! Oké. Okay. 3, 2, 1, go! Wow, wow! Woe, je telt, hè?
wel. Oeh, vind ik langzaam. Wat vind jij ervan? Weet ik niet. Leonne, ja? Jij hebt veel grotere benen. Ja, dat klopt. Maar jij bent veel sneller, denk ik. Nou, mijn tijd is dus 11,19 seconden. En ik ga nu resetten en dan gaan we kijken hoe Ezra het doet. Oké, Es. Op go, hè. Op go. Achter de pion. Ja? Oké. 3, 2, 1, go! Nee! Maar ik heb een zachte schot! Oh. Sneller! Sneller hoor! Ik heb gewoon verloren! Ik heb 10 seconden en 93 milliseconden. Oh. En jij hebt 11 seconden en nog wat. Knap gedaan! Vond je het wel een mooi doelpunt? Heel mooi. Ik heb net voor jou gewonnen, maar misschien kan je voor mij wel winnen met Latje Trap, maar ik denk het niet. Ja, ik hoop het, als mijn zelfvertrouwen helemaal weg. Oké, jij mag weer beginnen. Ja, tuurlijk. Ik check. Ga jij even checken. Ik check de wind nog even. Staat een aardig windje, hè? Ja. Ja, ik ga, ja? Nee! Dankjewel! Dus ik moet hem scoren, anders heb ik sowieso verloren. Hey, Frank. Oh, ik spoor de spanning. Druk op je schouders. Kans net aan. Ezra Neter. Nee. Oh, yes. Ik ben blij dat ik toch nog wel iets gewonnen heb. En jij ook? Dus 1-1. Ja. Dat is een mooie eindstand, toch? Ja, Leon heeft dus gewonnen. Dus in totaal staat 1-1. Lekker. En nu gaan we naar de wedstrijd. Lekker. Doen we. Oh, Es, wacht. En wij gaan natuurlijk naar de wedstrijd. Ja. Maar er zijn nog veel meer Leeuwinnen-fans die naar de wedstrijd willen. En ik hoorde van de Oranje Leeuwinnen dat jij van KPN heel veel kaarten mag weggeven. Superleuk. Vertel, wat moet je vervolgens daarvoor doen? Nou, wil jij nou 2 wedstrijdkaarten voor de uitzwaaiwedstrijd op 1 juni winnen van de Oranje Leeuwinnen? Laat mij dan in de reacties weten met wie je wil gaan en misschien maak jij wel kans. Deze wedstrijd is uiteindelijk 7-0 geworden. Ik heb heel erg genoten. Als jullie deze video nou leuk vonden, vergeet natuurlijk geen blauw duimpje achter te laten. En kijk vooral de volgende video, want dan mag ik nog meer opdrachten uitvoeren. Doei!